Ik heb met Max Huibers gesproken of ik hier mee mocht trainen. En hij vond het goed. Voor de zomer speelde hij nog bij Twente, mee gedegradeerd. Hoe gaat het nu met je? Ja, gaat goed. Vakantie gehad. Uiteindelijk voor mezelf ben ik gaan trainen. En uiteindelijk ja, wil je toch ergens bij een club trainen, omdat het toch heel anders is. En toen heb ik gevraagd om bij AZ te mogen trainen. Ja. Veel voetbalvolgers zullen zeggen van Adem Herder, dat grote talent en nog steeds eigenlijk in de bloei van zijn leven. Dat hij nog op zoek moet naar een club en dat hij voor zichzelf moet trainen. Nou, het is meer van, er zijn veel belangstellingen geweest de afgelopen tijd. Alleen het gevoel was er niet echt dat ik dacht van ja, dat is het. Dus vandaar dat ik nu nog soort van op zoek ben. Maar het is voor mij nu het gevoel en het geval dat ik gewoon het gevoel moet achterna gaan. En voor mij was het nu even gewoon basis het lekker trainen en afwachten wat er komt. Ja, lekker trainen, gevoel achterna gaan. Maar wat wil jij precies? Wat wil je zelf? Zoals ik al zei, ik was afgelopen tijd veel bezig geweest en ook voor mezelf. En uiteindelijk wil ik nu gewoon bij AZ trainen en dan afwachten wat er op mijn pad komt. Ja, maar mik je op een club in Nederland of mik je op een club in het buitenland? Nou ja, het is gewoon kijken wat het beste is en wat voor mij het goed gevoel geeft om daarvoor te gaan voetballen. Dus het is alle opties open. Ja. Ik denk ook dat menig AZ-volger zou denken van, komt hij terug in Alkmaar? Je begint al een beetje te lachen. Behoort dat tot de mogelijkheden? Of kan je er nog weinig over zeggen? Ja, ik kan er eigenlijk weinig over zeggen. Het is meer van, ik heb met Max Huibers gesproken dat ik wil trainen bij AZ. Omdat ook mijn verleden daar heb gespeeld en uiteindelijk een goed gevoel hier altijd heb gehad. En voor mezelf ook lekker kan trainen hier. Dus voor nu is het gewoon trainen en dan zien we dan wel. Ja, inderdaad. Ik snap dat je er te veel over wil loslaten. Maar zou je het zelf willen, weer terug bij AZ? Ik bedoel, je hebt daar je mooiste periode gehad natuurlijk. Ja, zeker. Ik heb zeker de mooiste periode gehad hier. Ik heb veel bereikt. Ook vanuit de jeugd doorgestroomd naar het eerste. En ja, wat ik net al zei, ik hou alle opties open. Dus het is even afwachten. Ja, we wachten inderdaad af. En veel plezier. Dank u.